Het was een straf mij lief te hebben. Mijn vrouwen heb ik zelf ontvreemd. De stad Sint-Niklaas heeft iets met poëzie en met haar dichters. Een van de grote onder hen was Paul Snoek. Paul Snoek is op 19 oktober 1981 overleden. 30 jaar later herdenken wij Paul Snoek met een poëtisch project, een literatuurproject in de stad. Van 1 oktober tot 6 november kan je Snoek leren kennen via een aantrekkelijk programma. Een van de highlights is de uitgave van een kleine verzamelbundel met het werk van Paul Snoek. Zeer interessant en het toont hoe fris en actueel die poëzie nog is. Een ander belangrijk project is een grote tentoonstelling in de bibliotheek met biografisch materiaal, foto's, schilderwerk, want Paul Snoek was ook beeldend kunstenaar, originele manuscripten, heel interessant in de bib. Er is ook een poëzieavond in de foyer van de Stadsschouwburg, waar de Sint-Niklaasse dichters en de Antwerpse stadsdichter een hommage brengen aan Paul Snoek op 19 oktober. Er is een documentaire film die getoond wordt in de bibliotheek. En het vijfde project is er eentje van de hand van de leerlingen van KHO Sint-Lieven. We hebben een poëziewandelworkshop uitgewerkt, dus rond de persoon Paul Snoek en zijn gedichten. En die gaat hier eigenlijk door Sint-Niklaas. We komen aan een aantal verschillende plaatsen, zoals de Stadsschouwburg, het college, het park, de bibliotheek. En hier zal ook een tentoonstelling plaatsvinden waar we eventjes passeren. Meer informatie rond dit literaire project is terug te vinden op de website van de Bibliotheek.